Goedemiddag, ik ben Sasha en leuk dat je naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een soort van vlogje, pashokje, shopvlog, weet je, een beetje... Ja, een beetje dat. Ik dacht, lijkt me echt super leuk om een keer te doen. Want ik ben nu in Almere, ik ben nu bij Dylan. En, want wij gaan woensdag op vakantie. En ik wil nog even de stad in om te kijken of er nog misschien nog een paar leuke dingetjes zijn. Dus ik dacht, waarom neem ik jullie niet gewoon mee? Dus vandaar, ik wil sowieso even naar de Primark. En ik wil verder ook nog gewoon even in andere winkels kijken. Misschien als een H&M, als een Zara. Gewoon even kijken. Dus ja, ik wil jullie graag meenemen. En let's go. Ik wou nog even mijn outfit op CD doen. Ik heb trouwens geen make-up op. Het is letterlijk 29 graden buiten. Dus deze bitch gaat geen make-up op doen. Ik heb mijn haar vast in de knot. Wat ik aan heb is t-shirtje van Tommy Hilfiger. Rokje is van Ambika. En gewoon mijn Dr. Martens. Dan neem ik mijn fanny pack van Lacoste mee. En heb ik deze zonnebril. Dus dat is een beetje mijn lookje. En ik ga nu eerst even Moutje uitlaten. En dan ga ik naar de stad toe. Zo, ik ben nu met Moutje lopen. Ze is hier. Ik weet niet of je het heel goed kan zien. Maar het is... Mout is gewoon een hele donkerbruine slash zwarte hond. En die heeft gewoon vet warm. Dus ik ben heel even snel met haar aan het lopen. En dan... Het is echt wel lekker weer. Het is wel warm, maar het is lekker. Ik heb zin in vandaag. Oké, eerste winkel is Primark. Ik ben nu binnen. En ik heb 4 dingetjes gevonden. Lekker kleurrijk. Pakjes, dingetjes. Helemaal gezellig. 4 dingen dus. Dus ik ga nu even passen. En ik ben heel erg benieuwd. Het is sneak heet. Dus ik heb eigenlijk helemaal geen zin om te passen. Maar we gaan er gewoon voor. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, de eerste 2 dingen zijn aan, maar mijn tepels schijnen fucking erg door. En de combi is natuurlijk verschrikkelijk, maar ik dacht ik doe het allebei even aan. Dit rokje vind ik wel leuk. Hij past ook goed. Love it, maar dit topje, nee, dit is gewoon niet chill. Je ziet gewoon je tepels erin. Het is gewoon, nee. Oké, en nu heb ik deze trui aan en die vind ik toch leuk. En ik wou hem eigenlijk in de maat L. Maar een M past eigenlijk best wel gewoon goed. Gewoon niet oversized. En natuurlijk niet op dit rokje. Laten we even wezen. Maar dit kan ook heel erg leuk op dit bandjerokje. Love it. En deze ook nog maar 13 euro. Like. Meid. Oké, deze. Hij is wel grappig. Maar ik voel het niet. Nee. Ik. Nee, het is ook best wel dik stofje. Ik vind hem hier niet mooi zitten. Ik, nee, ik zie mijzelf hier niet in shine. Nee, dat was het ook. Dus ik moet even denken, want ik neem sowieso die regenboogtrui mee. En heel misschien deze, want ik vind hem eigenlijk wel erg leuk. Even kijken waar ik dit mee combineer. Dat is ook heel erg leuk voor Instagram. Ik ga woensdag op vakantie en zo, dus daar moet ik even over nadenken. Dus, Zo, ik ben bij de Primark. Ben ik echt super goed geslaagd. Want ik heb ook nog wat accessoires en zo, maar zo meteen plak ik gewoon de shoplog aan vast en dan zien jullie alles. Maar ik heb hier nu ook nog weer 3 dingetjes. Ik ben hier bij de H&M trouwens. Ik heb hier 3 dingetjes en die ga ik nu ook even passen. Oké, ik heb nu dit shirtje aan en deze is nummer 5 euro. En ik heb deze ook al in het groen met wit, maar dan van de Monkey. En ik vind het eigenlijk altijd wel gewoon heel erg leuk. Het is altijd gewoon heel simpel en ook als dat kouder wordt, weet je, gewoon een spijkerrokje met een panty. Gooit je doks eronder en je bent klaar, weet je wel. Het is eigenlijk gewoon een heerlijk shirtje. En ik vind oranje ook wel leuk. En ik kan het op zich ook wel hebben. Ja, voor 5 euro. Ja, het is gewoon praktisch gratis. Deze top vind ik echt verrassend leuk. Ik vind hem echt heel erg leuk. Zo kinky dan met die schouder. Zo, dit is trouwens mijn BH die er onderuit komt. Maar kinky dan met die schouder en hier net bedekt. Maar het is ook heel chill, want hier heb je gewoon geen BH onder. Dat is, dit valt er toch overheen. Ik vind deze echt wel leuk. Hij is nu een tientje. Ik ga er even over nadenken. Maar misschien niet op dit rokje. Nee, want dan heb je te veel ruffel, zeg maar. Maar dit is ook tof gewoon op een jeans, weet je wel. Of gewoon spijkerbroekje. Oeh. Lastig. Ik vind hem wel heel leuk. Over nadenken. Oké, ik heb nu deze broek aan, maar dit is echt gevalletje meid, hoe skinny wil je zijn. Maar hij is wel heel leuk, want hij heeft die beetje die krijtstreep, maar hij is zo intens skinny. Ik voel me net een worstje. En hij is low waist, dus nee, uit.
Oké, ik sta nu in de Zara en ik denk ook dat dit de laatste winkel is. Dan ben ik helemaal klaar, ik heb het super heet en dan ben ik er helemaal klaar mee. Maar ik heb hier een paar dingetjes. Ik ga passen, ik ben heel erg benieuwd. Dus let's see. Oké, ik heb nu dit topje aan en misschien lijkt het wel grappig, maar het zit helemaal niet goed als je zo doet. Je kan helemaal inkijken. En het zit ook echt voor geen ene meter, dus dit is nee. Ja, ik heb nu deze jurk aan en ik had hem gewoon meegenomen, want ik dacht, hè, wie weet, ik had hem heel lang, ook een tijd geleden bij iemand anders gezien toen in Rotterdam. En toen dacht ik al, oh my god, voor mij is het van de Zara geweldig. Maar ik heb dus gewoon een S'je aan en hij past gewoon perfect. Hij zit wel gewoon net wat meer aangesloten, maar ik lijk er ook niet dik in ofzo. Ik vind dit leuk en hij is maar 13 euro. En weet je, in de winter, je gooit er echt een lekker jasje overheen. Ik hou hiervan. 13 euro nou, schat, schiet mij maar lekker. En nu heb ik dit rokje aan. Ik vind deze eigenlijk heel erg leuk. Natuurlijk niet met dit t-shirtje van Tommy, maar als je dit gewoon met een leuke body doet, of gewoon een leuk topje, dan is het heel erg leuk. Maar hij is natuurlijk nog 20 euro en ik heb het gewoon echt... Ik heb niks nodig trouwens, echt totaal niks, maar... Nee, ik weet niet. Ik word er toch eigenlijk niet wild van. Maar ik vind het wel leuk. Het heeft wel iets, zeg maar. Ook met Dr. Martens of zo eronder. Heeft iets, maar ik ga het niet doen. Nou, en dit is de volgende broek. Heel leuk idee. Het was een soort roze mom jeans. Maar je pesten we natuurlijk niet in. Dat gaat natuurlijk helemaal niet werken. Oké, nou, dat was het ook. Dus het enige wat ik hier meeneem is de panterjurk. Zo, ik ben weer thuis. En ik zal even laten zien wat ik heb geshopt. Als eerste de Tower en H&M. Wat ik uiteindelijk heb meegenomen. Jullie weten het eigenlijk allemaal al, maar hè. Deze gestreepte top die dan zo zat. Die ik echt geweldig vind. Echt lekker topje. Gewoon lekker zomer. Streepje. Wit met blauw is altijd een joeie keus. Dus deze en deze was 10 euro. Dan heb ik ook nog dit topje van de H&M, deze. Heel simpel, hoef ik verder niks over te vertellen. Dat was ook maar 5 euro. En dan van de Zara heb ik nog die panterjurk meegenomen. Gewoon omdat hij zo mooi zat en gewoon I love panter. Geweldig. Misschien had ik deze ook zo wel aangedoen, want ik heb het super heet. Dus ik wil me echt even omkleden, dus misschien dat ik deze zo even aandoe. Maar ja, deze. En dan gaan we nu over naar de Primark. Primark, het is maar net hoe je het zelf wil noemen. Maar ja, en hiervan hebben jullie nog niet alles gezien, want ik heb ook nog wat accessoire dingen gekocht. Dus, dat ga ik ook even laten zien. Als eerste, dit is al zo vorig jaar, maar zo leuk. Zo'n pompon voor aan je tas, want ik dacht... He, ik hou er gewoon van. Lekker opvallend. Lekker heerlijk. Nou, die was 3 euro. Nou, sorry hen, maar die gaat met me mee. En gewoon lekker kleurtje. Geel is echt... Ik hou van geel op het moment. Echt. Ik weet niet wat het is, maar heerlijk. Ga je zo terugzien. Maar ja, dit. En dan heb ik ook nog... Even kijken of ik ze hier alle 4 heb. Nee, ik heb nu even 3 pakjes. Maar nepwimpers. Deze nepwimpers zijn zo intens chill. Ik heb ook, hoe heet het, wimperextensions gehad. En deze lijken er gewoon precies op, zeg maar. Ook op Insta heb ik een paar foto's met wimpers. En dat zijn dus deze van de Primark. En zijn 1,50 euro. Dus dit is gewoon echt even een aanradertje. Ga zeker even kijken. Dan heb ik ook nog een zonnebril. En deze vind ik zo leuk. En ik had al een keer zo'n soort zonnebril van de Sting. Alleen die heeft heel snel crash en zo gekregen. En drama. En nu zag ik dus weer zo'n brilletje. En ik vind het zo leuk. En ik vind het me ook gewoon goed staan. En deze was nummer 1 euro. 1 fucking euro. Je kan me rimmen. Geweldig. Love it. Ik dacht meenemen gewoon. Dat is niet eens een twijfel. Gewoon een euro like. Hen. En dan nog 2 kledingstukken. En deze heb ik dus al wel laten zien aan jullie. Maar ik wil toch nog even laten zien welke ik uiteindelijk echt heb meegenomen. Dit rokje. Ik zat nog een beetje te twijfelen, maar ik vind hem eigenlijk heel erg leuk. Hij sluit super mooi bij mij aan. En weet je, kijk, de achterkant. Het is niet helemaal mooi afgewerkt, maar het is de Primark. Wat verwacht je? En dit is wel gewoon heel erg leuk voor Instagram of zo. Met gewoon een zwart topje. En dan gewoon, ja, het is toch gewoon helemaal heerlijk.
Dus ja, deze was 11 euro uit mijn hoofd. Dus dat is gewoon top. En dan een trui. Oh nee, ik heb nog twee dingetjes. En dan nog een trui. Deze heb ik al super lang op het oog. En het was alleen maar XS of weet ik wat. Of dan nam ik er niet mee. Maar nu ben ik zo blij dat ik hem heb gekocht. Deze regenboogtrui van ook de Primark. En deze was ook maar 13 euro. En geweldig. Love it. Heerlijk. En dan als laatste heb ik nog een accessoire. En dat is dit sjaaltje. Dit panthersjaaltje vind ik heel erg leuk. Voor of om je knot heen. Voor gewoon om je hoofd, je nek. Of je hangt hem aan de tas. Je kan er dus alle kanten mee op. Dus ja. Dan was dit mijn pashokjes shoplog. Vond je het leuk? Doe vooral je duimpje omhoog. Vergeet ook niet hieronder te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.